Dus dan vraag ik jullie een applaus voor Vincent Vuyck, die over dit onderzoek gaat spreken. Ik weet niet of hij het in het... Ga je het in het Nederlands doen? Is dat een bezwaar? Zijn er heel veel... Ik weet niet wat jullie afgesproken hebben. Jullie doen het zoals jullie willen. Zo maak ik me eraf. Vincent, de vloer voor jou. We letten allemaal op begroeide voorlanden, dergelijke dingen. Dus voor de dijk een hoeveelheid sediment hoog tegen de dijk op met begroeiing erop. En dat doen we vanuit verschillende blikvelden. We hebben een ecoloog in het team, die kijkt naar de vegetatie. Hoe sterk is die vegetatie? Blijft die wel staan? Waar kan die vestigen, waar niet? Een morfoloog, die kijkt naar zo'n gebied, hoe stabiel is het? Gaat het eroderen? Kan het aanzanden? Kan het met de zeespiegel meegroeien bijvoorbeeld? Dan hebben we nog iemand die let op de governance aspecten. Van, nou ja, het kan er wel liggen, maar het is niet van de waterkeringbeheerder. Dus hoe ga je er nou mee om? Hoe kan je dat toetsen? En uiteindelijk dan nog mijn onderzoek. Ik let dan op de dingen met de waterveiligheid. Dus ik bekijk dit voorland vanuit het perspectief van de dijk. Dan is dit het schematische plaatje wat ik aanhoud. Dus een hoeveelheid sediment met een begroeiing erop. Die hebben eigenschappen. En het idee is dat de golven worden gedempt gaande van diep water naar de dijk. Dus dat je in principe een minder hoge dijk nodig hebt als je zo'n voorland voor je dijk hebt liggen. En dat je een minder hoge dijk nodig hebt als het voorland begroeid is. Dat is het idee. Nou, hoe pak ik dat aan? Het eerste is veldmetingen. We meten op verschillende plekken in Nederland waterstanden en golven en dan focussen we vooral op stormen. We meten vol continu, maar de focus is dus op het analyseren van wat doet het nou tijdens stormen. Dan meten we natuurlijk ook aan die vegetatie. Van, ja, je hebt iets gemeten aan golfdemping over zo'n begroeid voorland, maar wat voor vegetatie heeft er nou voor gezorgd en wat voor bodemligging? Wat betreft die vegetatie, je kan aannemen dat het er altijd zal staan. Maar wat je ziet is dat na een flinke storm liggen er hele pakketten veek aangespoeld tegen de dijk. Dus er breekt van alles, het gaat kapot. Dus we kijken ook hoe sterk is die vegetatie. Dat doen we in het laboratorium, nemen we stengels mee. We kijken wat is de sterkte en wat zullen de golfbelastingen zijn. Wanneer gaat het nou kapot en wanneer niet. En wat we ook hebben gedaan is dus veekrandmeting uitvoeren langs de dijken. Daar zal ik straks nog een paar plaatjes van laten zien. Vervolgens wordt die data gebruikt om numerieke modellen te valideren. Dus om het op te kunnen schalen naar condities die we niet gemeten hebben, maar die je wel nodig hebt om je dijken te kunnen toetsen. En uiteindelijk let ik ook op onzekerheden en betrouwbaarheid. Dus ik kijk niet alleen naar fysica, maar ook naar probabilistiek. Zo'n voorland kan wel werken, maar hoe betrouwbaar is het ook? Wat zijn de onzekerheden die daarbij een rol spelen? Nou, waar we meten? Allereerst in de Westerschelde op twee plekken. Nou, dit is aan de zuidkant van de Westerschelde een schor. Dit soort vegetatie staat erop. Dit is in november, dus dat houdt nog behoorlijk lang, ook in de winter. Een flinke hoeveelheid vegetatie op zo'n voorland. Dat is zo'n 40 centimeter hoog, dit spul. Een heel erg dicht vegetatie. Spartina, slijkgras in het Nederlands. Dit is in de noordzijde van de Westerschelde, bij Bad, in de bocht naar Antwerpen. Daar staat weer ander soort vegetatie, riet en zeebies. Dit is langs de Nieuwe Maas, daar staat 2,5 meter riet. Daar hebben we ook gemeten. Dat zijn vooral scheepsgolven die hier van belang zijn. Er komen hier van die watertaxis langs die een halve meter hoge scheepsgolven maken. Hier in Groningen, langs de
kust liggen de kwelders. In Zeeland noemen ze het schorren en in het noorden noemen ze het kwelders. Maar het zijn in principe dezelfde dingen, behalve dat in het noorden hebben ze behoorlijk met de hand gemaakt door al die rijshouten dammen en greppels aan te leggen. Maar deze kunnen tot 2 kilometer breed zijn. En langs het Zwarte Meer ook een rietveld waarin we golven hebben gemeten. En hoe we dat dan doen, dat is vanaf de rand, de kwelder op, zetten we meerdere golfsensoren neer, zulke dingen. En die meten continu met 5 hertz, meten ze de waterstand, dus ook de golven. En door ze te vergelijken zo langs de raai over de kwelder, kun je zien hoe de golven uitdempen. En dan focussen we natuurlijk vooral op het gebied daar rechtsboven, want hier heb ik op de horizontale as de waterdiepte, verticale as de golfhoogte. En je ziet alles wat er in de literatuur zit, is vooral in die linksonderhoek met dingen in het laboratorium, kleine golfjes. Maar voor veiligheid zijn we natuurlijk geïnteresseerd in het gebied daar rechtsboven. Nou, dan is er een enorme proef uitgevoerd in Duitsland. Dat is dat rondje. Er zijn een paar experimenten gedaan, of een paar metingen gedaan in China. Dat zijn die 22 en 23. Maar de metingen die wij gedaan hebben, zijn die in de Bad, Hellegat en Groningen. We hebben inmiddels de hoogste golven gemeten ooit op kwelders. Voor zover ik weet, wat gepubliceerd is in de literatuur. Dus met deze metingen kun je zo goed mogelijk je modellen valideren om de toetsing uit te kunnen voeren. Nou, de volgende stap is dan het numeriek modelleren van de golfdemping. Dus dan heb ik SWAN gebruikt. Een model wat ook aansluit bij de toetsing. Daarin zit dan golfbreking. Het is ondiep, dus de golven breken. Bodemwrijving en het effect van vegetatie. Dat je niet alleen maar een ruwe bodem hebt, maar ook echt staande vegetatie waar de golven zich doorheen moeten bewegen. En ik heb dat model gekalibreerd door het naast de metingen te houden. Dus ik regel het af, zodat het klopt met de metingen. En tenslotte validatie met weer een andere storm om te controleren of dat ook echt werkt. Nou, hier een voorbeeld hoe dat dan gaat. Eerst even rechts. Het onderste plaatje. Zit er ook een... Nee, geen. Het onderste plaatje, daar zie je de bodemhoogte. In het rechter, de rechter 3 plaatjes, daar ontbreekt de vegetatie. Het bovenste plaatje zie je de golfhoogte over een afstand van 60 meter gemeten. Dan zie je als je geen vegetatie in het model hebt zitten, dan lukt het niet om die rode bolletjes, de metingen, om die te kunnen reproduceren. Ga je naar de linkerkant, dan heb ik vegetatie toegevoegd aan het model, afgeregeld op de metingen. Dan kan ik het wel op de metingen krijgen, maar dan zie je ook gelijk dat in het middelste plaatje, dat is de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor die golfdemping. Dan zie je daar rechts is het vooral blauw, dus de golfbreking die het totaal uitmaakt. En links is het vooral groen en blauw zakt helemaal neer. Dus golfbreking verdwijnt eigenlijk, de golven breken niet meer. Maar worden heel geleidelijk aangedemd door al die vegetatie die er staat. Dus dat zorgt ook voor, het haalt gewoon heel veel energie uit het water. Dat die vegetatie ook nog eens op het voorland staat. Nou, wat is dan die bijdrage van vegetatie bovenop het effect van een kaal voorland, volgens de metingen? Nou, dat is afhankelijk van hoe groot je golfhoogte is ten opzichte van je waterdiepte. Dat staat hier horizontaal, dus je 10%, 20%, 30% van je waterdiepte. Nou, als je minder dan 10% van je waterdiepte hebt, nou, dan doet je voorland niets en je vegetatie doet ook niets. Dan krijg je een zone van 10 tot 30%. Daarin is breking nog beperkt. De golven die zouden, als er geen vegetatie op staat, redelijk ongehinderd naar de dijk kunnen gaan. Maar als er wel vegetatie op staat, dan kan je tot 50% meer golfhoogtereductie hebben dan zonder vegetatie. En ga je naar nog hogere waarden, ja, dan zou de golfbreking het ook wel doen. Dus dan wordt de relatieve bijdrage weer kleiner. Nou, wat betekent dat nou voor de dijk? Ik heb het toegepast op golfoploop met wat berekeningen volgens de Eurotop overtopping manual. Dan extrapoleer ik het naar ontwerpcondities voor de dijk. En dan zomaar eens een voorbeeld wat je kan hebben in de Westerschelde. Golfhoogte van 1,5 meter. En dat zou ongestoord bij die dijk leiden tot een golfoploophoogte van ongeveer 3,2 meter. En dan ga ik vervolgens een karakteristiek voorland neerleggen zoals dat er in Nederland ligt.
En ik kijk naar de situatie dat die kaal zou zijn en dat die begroeid zou zijn. Moet ik dat even uitleggen? Dit is de reductie van die 3,2 meter in procenten. Dus bij 100% heb je niks over, bij 0% heb je de volle 3,2 meter over. En horizontaal staat de breedte van het voorland en verticaal de diepte boven je voorland. Dus als je bijvoorbeeld 3 meter over hebt en een voorland van 400 meter breed. Nou, bij zo'n waterdiepte van 3 meter doet zo'n breed voorland, als het kaal is, bijna niets. Maar als er begroeiing op staat, dan doet het wel wat. Dan gaat het naar 50% van die 3,2 meter gaat er van je golfoploophoogte af. Dus met zulke soort getallen krijg je een gevoel van wat een voorland doet aan golven. Nou, de zwaarste storm die we hebben gemeten, dat was in januari 2015. Toen kwam er een storm aan met 1,2 meter getij, maar 2 meter golf of waterstandsopzet daarbovenop. Toen hebben we 8 golfsensoren op de kwelders in Groningen neergezet om precies te meten hoe gaan die golven nou richting de dijk op plekken waar je wel en geen voorland hebt. We hebben ook gekeken naar de veekranden, dus dat is de aangespoelde spullen tegen de dijk op. En die laten zien hoe hoog de golven tegen de dijk op zijn geslagen. Dus als een soort bewijs van ter plaatse van het voorland en waar je geen voorland hebt, wat heeft het voorland nou gedaan met de golfoploop? Nou, hier staan de golfsensoren, dus 1, 2, 3, 4 zo op die rand van het voorland om het eerste stukje in detail te meten. Dan 5, 6, 7 en 8 langs de dijk om te kijken van nou ja, wat zijn de verschillen nou op allerlei plekken langs de dijk in de golfaanval op de dijk. Dit was de maximale golfhoogte die we gemeten hebben. Die kwam op 76 centimeter daar op de rand van het voorland. Ga je helemaal naar het oosten, daar heb je die golfhoogte ongeveer op de dijk werken. Ga je naar achter de hoogste kwelders, dan zit je op 31 tot 36 centimeter. Dus dit was bij een waterdiepte van 2 meter boven die kwelders. Ga je naar nog extremere omstandigheden, wordt het nog meer. Maar doordat die voorlanden zo breed zijn en heel ruw en begroeid, zullen ze nog steeds aanzienlijk bijdragen aan de golfoploop en golfhoogtereductie. Dit is die veekrandhoogte. Hier links zit hij op 3 tot 3,5 meter, dat is ongeveer de waterstand. Dus daar zijn de golven nauwelijks boven de waterstand uitgekomen. Nauwelijks extra golfoploop. En daar rechts, daar zitten ze op 5,5 meter. Dus een enorm verschil in golfoplooophoogte, doordat daar geen kwelders aanwezig zijn en hier wel. Hier een foto waar je het op kan zien. Hier aan de voorkant is het dus maar net boven de waterstand, 3,9 meter. De waterstand was 3,3, meen ik. En daar aan het eind 5,1 meter. Dus een flink verschil, daar ligt het bijna op de grasbekleding. Dus voorlanden kunnen de golfbelasting aanzienlijk reduceren. Er is een extra reductie door die begroeiing. En vegetatie vergroot het toepassingsbereik aan waterdieptes waarover een voorland effectief is. Als je een enorme waterdiepte hebt, kleine golven, dan nog steeds kan een voorland met vegetatie wel iets doen waar een kaal voorland het niet zou doen. En aanleg van voorlanden kan dan ook overwogen worden in mijn idee als een serieuze optie, als alternatief voor een normale dijkversterking. Dat je zegt, we kijken niet naar dijkverhoging of een bekleding versterken, maar we kijken naar de voorkant van de dijk om de belasting te reduceren. Dit is inmiddels gepubliceerd in een publicatie in Coastal Engineering, dus voor de geïnteresseerden kunnen details nagelezen worden in deze publicatie. Nou, dit onderzoek kwam ook ter oren bij de POV Waddenzeedijk. En namens HKV ben ik daarbij betrokken geraakt om ook te vertalen naar wat is dit nou voor effect op de dijken. Zij letten dus op allerlei innovaties en methoden om de dijken te kunnen versterken. Dubbele dijken, overslagbestendige dijken, maar ook dijk met voorland. En ik ben dan bij het onderzoek dijk met voorland betrokken. Dus deze voorlanden. En wat we gedaan hebben, wat ik gedaan heb, is een normaal gesproken ligt de database, dit is de dijk. En de rode punten zijn de golven database punten zoals ze in WTI zijn gedefinieerd. Ik heb een extra database gemaakt op de rand van het voorland, op de gele lijn. En dan met het verschil tussen die twee kan je zien wat nou het voorland heeft gedaan. Als je de toetsing toepast op basis van de gele punten, dus zonder voorland, of met de rode punten met voorland.
Dus hier, de rode punten liggen bij de rode stippenlijn. Dus die liggen op 50 tot 100 meter van de dijk. Maar het voorland hier is 300 meter breed, op andere plekken soms zelfs een kilometer. Dus wat is nou het verschil als je die twee verschillende databases gebruikt in de toetsing? Nou, onder het effect op de golfhoogte, in grijs, dat is toepassing van de golfcondities op de rand van het voorland. In groen is op 50 meter van de dijk. En er zijn ook verschillende voorlandmodules beschikbaar in de toetsinstrumentaria, dus Hydra-NL in dit geval. En als je die zou toepassen vanaf de voorlandrand, dan krijg je weer andere getallen. Maar je ziet dat de golfhoogtereductie een half tot een hele meter kan zijn. Die onderste moet je niet vertrouwen, want daar zit geen windeffect in. Die mag je niet toepassen op zulke grote voorlanden. En ga je naar de bovenste, dan zie je het effect op de benodigde kruinhoogte. HBN in technische termen, hydraulisch belastingniveau. En dan zie je dat het tot een halve tot een hele meter uit kan maken of je dat voorland wel of niet daar hebt liggen. Dus dat scheelt het in kruinhoogte. Dat was mijn verhaal. Zijn er vragen of opmerkingen? Klopt inderdaad dat stijve vegetatie, wilgen of als je een riet hebt wat flink dik is maar met kleine golven, dat dat meer doet met de golfdemping dan flexibele vegetatie. Maar flexibele vegetatie dempt ook wel degelijk de golven uit. Alleen er is een traagheidseffect dat inderdaad die vegetatie gaat heen en weer bewegen. En zal meestal kom je op een hoek van zo'n 30, 40, 50 graden uit dat die vegetatie schuin gaat staan. Het licht zit daarom dichter bij de bodem, maar nog steeds moet de golven, moet het water moet door het pakket heen bewegen. Alleen het is inderdaad anders dan wanneer je rechtop had te staan. Dus daar moet je rekening mee houden met de afregeling van je model. En dat heb ik ook gedaan. Maar dat zijn inderdaad waar die metingen, dat gaat om grassen en vraag naar tevredenheid beantwoord? Jawel, maar ik zou graag met sommetjes, met bodemwerking, dat we op de staat hebben, niet alleen met de dit is fysica hoor, dit is ook een zwammodel fysica. Ja, maar het zwammodel kan ik meer. Het lijkt mij goed dat jullie nog eens even met z'n tweeën in conclaaf gaan en gewoon in een boksring of zo maar even. Ja? Jij hebt een vraag, hè? Hallo, ik ben Nienke Lips, ik werk bij Waterschap Peel Maaslui. En ik vroeg me af, zit er heel veel verschil in soorten vegetatie? Want ik kan me voorstellen dat het land wat ik hier zie, daar staat niet zoveel op. Maar je had ook van die foto's met veel hoger gras. En wat zijn de verschillen tussen de ene en de ander? De uiterste, zo maar zo. Ja, dat bedankt. Nee, dat klopt. De verschillende dingen die het eigenlijk doen zijn, hoe hoog is de vegetatie? Hoe dik zijn de stengels en hoeveel stengels staan er in een vierkante meter. En dat zijn ook de verschillende parameters die in het model gaan. En daarbij dan nog iets waarmee je dus de afregeling moet doen of het om flexibele vegetatie gaat of hele stijve vegetatie, waarbij de een meer doet dan de ander. Dus dat zijn eigenlijk de verschillende eigenschappen van de vegetatie die je in kaart moet brengen om te kunnen zeggen welk soort vegetatie met de golfdemping doet. Tevreden? Wat kan ik er nou mee met die verschillen? Toch, dat is de vraag, hè? Ja. Er is inderdaad een verschil. Maar is het te groot? Is het te klein? Het,
het is een groot verschil als je kijkt naar zo'n plat voorland waar alleen nog maar heel kleine plantjes op groeien of dat je een riet van 2,5 meter hebt staan. Maar als het erom gaat van als je die dingen gewoon wat je ziet, wat je kan meten, hoe hoog is het, hoe dicht is het, als je dat in het model stopt en vervolgens nog kijkt naar wat moet je dan extra afregelen, wat is daar nog het effect van? Nou, dat is beperkt. Je kan het door gewoon te meten wat er staat, kan je behoorlijk voorspellen, nou, ik heb dit voor mijn dijk staan, dan doet dat dit met mijn golven. Dat valt redelijk goed te voorspellen. Wil je ook nog een date met hem hebben? Om verder... was nog een... Ik neem nog twee vragen. Deze en jij. Oh, die meneer ook. Mijn naam is Richard Rijks van Movades. Je hebt niks verteld, Vincent, over taluten oplopen en helling. Kan je daar iets over vertellen? Heb je dat meegenomen? En wat is het te verwachten effect? Want ik zie in je kaartje dat met vegetatiecontour ook het relief verandert. Bedoel je taluut van de dijk of van het voorland? Zeker. In de modellen die ik gebruik zit zowel de bodem als de vegetatie. Dus als er een bepaalde hobbel in de bodem zit, dan zal die ook zonder vegetatie zal die al merkbaar zijn in de resultaten. En zeker, dat zie je vooral heel sterk terug in golfbreking. Het gaat heel sterk breken op een plek waar je bijvoorbeeld een hobbel hebt zitten in je voorland. Maar zodra de vegetatie in zit, wordt het allemaal wat glad gestreken, de golfhoogte. Ik doe die bewijsvoering door te modelleren zonder vegetatie, dus puur het bodemprofiel. Dan zie je dat je niet in staat bent om je golfhoogtereductie te reproduceren. Het gaat veel harder dan wat het dan je model geeft. Dan vervolgens voeg ik vegetatie toe en dan kijk ik bij welke karakteristieken van je modellering dit wel voor elkaar krijgt. Dus de aanvullende bijdrage, daarvan neem ik aan dat die door vegetatie komt. Plus, we hebben in Groningen ook gemeten op plekken met en zonder vegetatie. Dus nou ja, als je model voor beide situaties klopt, dan heb je er vertrouwen in dat het zowel de kale als de begroeide voorlanden aan kan. Ook jij moet maar eens eventjes verder daten dan. Maar ja, goed, het is wel goed, vind ik, dat de discussie even goed op gang komt. Jij daar, ja? En dan mag je ook ondertussen nadenken over van wat die beheerders er nou aan hebben. Hè? Want je zei een alternatief. Nou, dan is de makkelijkste keuze, dan laat ik het gewoon zoals we het altijd doen. Dus is het nou beter, is het goedkoper? Dan mag je alvast over nadenken. Ile Moljama, Waterschap Schelde Stromen. Misschien dat het buiten jouw scope van je onderzoek valt. Maar ik vroeg me af, we zijn nu ook bezig, tenminste, we gaan binnenkort toetsen. Dus stel dat wij onze dijk zouden willen verhogen naar aanleiding van die toetsing. En we hebben een voorland, dus we kunnen een reductie van de hoogte doen. De vraag is eigenlijk, hoe zeker is dat, hoeveel vertrouwen heb je dat het voorland zo blijft zoals het is? Want een dijkverhoging, dan weet je dat dat jaren best staan, maar zo'n grasland ervoor... Nee, klopt. Standzekerheid is natuurlijk wel iets wat je moet kunnen aantonen. En als je bijvoorbeeld over een ontwerp praat van 50 jaar vooruit, dan zou je ook moeten kunnen voorspellen wat de veranderingen in je voorland gaan zijn over die periode van 50 jaar. Daar kan je natuurlijk heel conservatief mee omgaan. Je kan zeggen van nou, we nemen allerlei heel voorzichtige uitgangspunten en dan hou je bijna geen voorland over. Dat is inderdaad wel een vraag bij ontwerp. Van ja, hoe moet je er nou aan rekenen? Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld die kwelders in de Waddenzee, dan zie je die doen eigenlijk bijna niks in een tijdschaal van 10 jaar. Er zit een heel geringe bodemhelling in, ook al gaat er een hele zware storm overheen. Er wordt eerder nog een extra laagje sediment opgelegd dan dat er erosie plaatsvindt. En daarnaast hebben we ook nog een promovendus die bezig is met de morfologische ontwikkeling. Dus die probeert in te schatten van nou... Wat is nou de onzekerheid? Die kijkt ook naar voorlanden in de Westerschelde bijvoorbeeld. Hoe hebben ze die zich de afgelopen 100 jaar gedragen? Zitten bepaalde cyclische processen in?
dan zie je wel dat je met een bepaalde minimale breedte wel rekening kan houden. Dus zulke dingen kan je dan meenemen in de toetsing. Dat is Pim Willemsen, zit in Twente. Laatste vraag. Behalve die van mij nog, hè? Ja, Vincent, een fantastisch verhaal. Mijn naam is Deon Slachter, ik ben van Rijkswaterstaat. Ik heb twee vragen, als het mag. Eigenlijk één soort tip. Dat weet je vast wel, maar er is ook een POV Voorlanden. Die wordt vanuit Schieland en Krimpen en Waard gedaan. Mijn collega Niels Rode, die is daar de trekker van. Ik denk dat het interessant is ook, in relatie met de vraag die jij net stelde, om ook te kijken naar de stabiliteit van die voorlanden. Het lijkt me goed om die inzichten die je hebt opgedaan te koppelen aan wat er in de POV Voorlanden gebeurt. Dat was dus meer een suggestie. De vraag die ik heb gaat over het WBI. Ik ben projectleider Hidalische Randvoorwaarden voor de beoordeling. En daar heeft de beheerder ook de mogelijkheid om, de voorlanden zitten eigenlijk al in de golfrandvoorwaarden in de uitvoerlocatie. En er is ook nog een voorlandmodule zoals je aangaf. Kun je aangeven in hoeverre als de beheerder nu gewoon het standaard toetsinstrumentarium gebruikt, of het beoordelingsinstrumentarium, dat hij dan de plank heel erg mislaat? Of doen we het eigenlijk wel oké in het toetsinstrumentarium? Nou, bedankt Deon, dat is inderdaad een interessante vraag. Nou, daar zijn we precies mee bezig met de POV Waddenzeedijken. Want dan kijken we inderdaad, de voorlandpunten liggen al bij de dijk. Aanname is, dan doe je het goed. Het probleem is alleen wel dat je daar niet de ruwheid van je voorland meeneemt. Want in het SWAN-model wat eronder ligt in die database, is gewoon puur een bodem gebruikt. En een ruwheid die representatief is voor de hele Waddenzee. Dus dan mis je het stukje ruwheid naar de dijk toe en dat kan flink uitmaken. Het is ook een vraag, wil je dat meenemen, dat effect? Want dat heeft wel consequenties. Dan mag je het niet kaal gaan scheren, dat voorland. Mag je geen paarden 20 per vierkante meter erop laten lopen. Dus zulke dingen zijn wel van belang. Wil ik het meenemen, kan ik het meenemen? Maar ik denk dat over het algemeen, als er in die laatste 50 meter niet meer een flinke ribbel zit, dat je het effect van de bodem al goed meeneemt door op 50 meter van je dijk de uitvoerlocaties te definiëren. Maar het effect van vegetatie dus niet. Als ze er al liggen, zou ik zeggen, negeer ze vooral niet. Het lijkt me heel dom. Je moet niet je ogen sluiten voor wat er ligt en zeggen van ja, het is niet van mij. Volgens mij die dingen liggen er al sinds mensenheugenis. Dus breng goed in kaart wat ze doen en neem het effect mee op je randvoorwaarden. Als ze er nog niet liggen, maar je moet een dijk verhogen, ja, dan ligt het er helemaal aan. Heb je voor je dijk diep water, ondiep water? Heb je ruimte of niet? Nu zijn ze voor de houtripdijk bezig met het inpakken in zand. Bijvoorbeeld omdat een dijkverhoging heel lastig is. Dan is een zandig voorland te voorleggen is goedkoper. Op andere plekken, als het flink diep wordt of als je te maken hebt met getijdenstroming, dat het flink kan gaan eroderen. Ja, dan zou ik zeggen, het is makkelijker om de dijk gewoon te verhogen of de bekleding te versterken. Het is echt per locatie verschillend. Maar, en je moet ook de aanvullende baten meenemen. Het is niet alleen maar dat je je dijk versterkt, maar je hebt ook een natuurgebied voor je dijk liggen. Dus als je zo met de natuurbeheerder samen een win-win kan maken, dan is iedereen blij, denk ik. Dank je, dat is ook die verbreding, hè, die ze hier stimuleren. Verbindt het aan de andere belangen. Helemaal terecht. Dank je wel.